De Vlaamse overheid heeft plannen om de E40 tussen Sint-Enis-Westrem en Zwijnaarde te verbeteren. Dit stuk van de snelweg is erg druk, met veel op- en afrijdend verkeer en bij gevolg veel ongevallen. Daarnaast zorgt die drukte voor veel geluidshinder in de onmiddellijke omgeving en kampt de omgeving geregeld met afwateringsproblemen. De plannen die nu voorliggen willen hier een duurzame oplossing voor bieden. Om deze plannen concreet te maken, zal het agentschap Wegen en Verkeer ook de effecten van de voorgestelde aanpassingen op mens en milieu onderzoeken, in een zogenaamd milieueffectonderzoek. Het is naar aanleiding van de eerste stappen in dit onderzoek dat we je willen informeren over de plannen die we hebben en het milieueffectenonderzoek dat we willen voeren. Je kan immers ook jouw inbreng doen bij dat onderzoek. Als eerste tonen we waar het projectgebied gelegen is. Vervolgens bespreken we waarom we het project willen uitvoeren. We bespreken de bestaande infrastructuur van de weg en de bestaande verkeerssituatie. Daarna geven we uitleg bij de principes van het nieuwe ontwerp en bij het milieueffectenonderzoek. Als slot lichten we de verdere stappen en de timing van het proces toe en geven we mee hoe je jouw opmerkingen of suggesties kan doorgeven. Beginnen doen we met de situering van het projectgebied. Het projectgebied bevindt zich op de E40 tussen twee complexen van op- en afritten. In het westen gaat het om het complex Sint-Enis-Westrem, waar er uitwisseling van verkeer mogelijk is van de E40 met zowel de Kortrijkse Steenweg, dit is de N43, als met de Adolphe Pigou-laan, dit is de B402. De Adolphe Pigou-laan maakt de verbinding met de R4 en zorgt voor de toegang van Flanders Expo en haar omgeving. In het oosten, in Zwijnaarde, bevindt zich de verkeerswisselaar tussen de E40 en de E17. Als we meer inzoomen, zien we dat de twee complexen zelf niet volledig deel uitmaken van het projectgebied, maar wel de aantakkingen ervan op de E40. Ook de aansluiting van de N60 op de E40 richting Brussel bevindt zich binnen het projectgebied. Daarnaast kruisen enkele bruggen de E40. Aan deze bruggen worden binnen dit project geen ingrepen gepland. De E40 tussen Brussel en de kust is de oudste snelweg van het land. In de jaren 1930 werd er iets met de aanleg gestart. Het segment tussen Sint-Enis-Westrem en Wetteren, waar huidig projectgebied deel van uitmaakt, werd voltooid in 1954. De snelweg wordt zeer intens gebruikt en de voorbije decennia bleek dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. Hierna zullen we toelichten waarom we het project willen uitvoeren. De E40 tussen Sint-Enis-Westrem en Zwijnaarde is een van de drukste zones in regio Gent. Ter hoogte van deze twee complexen zijn er zeer veel in- en uitvoerbewegingen, zogenaamde verkeersuitwisselingen. De afstand tussen de verschillende complexen is bovendien vrij kort en de bestaande op- en afritten zijn niet optimaal vormgegeven. Deze factoren zorgen voor een hoog risico op ongevallen in deze zone. De E40 zorgt voor een hoge geluidsbelasting in de achterliggende woonwijken. De bestaande geluidsschermen langs de snelweg in deze zone zijn verouderd en voldoen niet aan de nieuwste normen. Daarnaast is de bestaande waterafvoer van de snelweg en de uitwisseling met het gemeentelijke rioleringsstelsel en de beken in de omgeving niet optimaal. Met een verbetering van de E40 willen we drie doelen bereiken. Ten eerste willen we de verkeersveiligheid vergroten. Dit willen we doen door een combinatie van verschillende ingrepen. Als eerste door de confrontatie van het doorgaand verkeer op de E40 met de verkeersuitwisselingen ter hoogte van de op- en afrittencomplexen te verminderen. Daarnaast willen we de snelweg en de op- en afritten verkeersveiliger inrichten, onder andere door de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden en de in- en uitvoeglengtes te vergroten. Een volgende doelstelling is het verbeteren van de leefbaarheid en de leefkwaliteit in de omgeving door de geluidsoverlast te verminderen. Dat willen we doen door nieuwe en hogere geluidsschermen ter hoogte van de woonzones in de nabije omgeving van de snelweg te plaatsen. Ten slotte zullen we ook inzetten op het verbeteren van de waterhuishouding van de snelweg en dit op twee manieren.
Enerzijds door het verbeteren van het afwateringsstelsel van de snelweg, waarbij we waar mogelijk zullen inzetten op infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van het regenwater. En anderzijds door de verbindingen tussen de afwatering van de snelweg en de gemeentelijke riolering en beken te herbekijken. Samenvattend willen we met het project dus de verkeersveiligheid vergroten, de leefbaarheid verbeteren en de waterhuisvesting verbeteren. Wat niet nagestreefd wordt, is een capaciteitsuitbreiding voor het doorgaande verkeer op de E40. Bij de uitwerking van het concept was een van de belangrijkste voorwaarden dat de impact op de omgeving zo klein mogelijk moest zijn. De aanpassingen aan de snelweg willen we dan ook zoveel mogelijk doen binnen de bestaande verharding. Dit kan door optimaal gebruik te maken van de middenberm en pechstroken, die eigenlijk wat te breed zijn. De asfaltverharding die in 2018 werd vervangen, wordt daarbij ook zoveel mogelijk behouden. Om de besproken problemen duidelijker te maken, geven we hierna enkele voorbeelden van bestaande knelpunten in de weginfrastructuur. Ook zullen we kort meer toelichting geven over de manier waarop het verkeer vandaag verloopt op dit deel van de E40. Als voorbeeld bespreken we het aansluitingscomplex van Sint-Denis-Westrem, waar uitwisseling wordt voorzien met de Kortrijksesteenweg en met de Adolphe Pigoulin. Eerst bekijken we de afrit vanuit de E40 richting Oostende. De uitvoegstrook, aangeduid met de rode pijl, telt één rijstrook. De uitsplitsing naar twee rijstroken gebeurt pas op de afrit zelf. Langs de uitvoegstrook is er geen pechstrook aanwezig. De uitvoegstrook is ook zeer kort. De afslag naar de Kortrijksesteenweg, in het blauw aangeduid, is zeer kort. De afslagstrook heeft pas een volwaardige breedte voor beide bocht. Hierdoor moet het verkeer met bestemming Kortrijksesteenweg al afremmen van op de doorgaande rijstrook van de afrit, waardoor andere auto's gehinderd kunnen worden. Nu bekijken we de oprit naar de E40 richting Brussel. Hier zien we een dubbele invoegstrook, waarbij het verkeer vanuit de Kortrijksesteenweg in het rood aangeduid en het verkeer vanuit de Adolphe Pigoulin in het blauw aangeduid met elkaar mengen. Het verkeer komende van de Adolphe Pigoulin moet eerst invoegen op de rijstrook met het verkeer komende van de Kortrijksesteenweg vooraleer de snelweg kan worden opgereden, wat voor conflicten kan zorgen. De invoegstrook is kort en er is geen pechstrook aanwezig. Binnen de zone die we willen aanpakken, staan er op enkele locaties geluidsschermen, zoals aangeduid op het kaartje. Op de meeste plaatsen zijn deze geluidsschermen beschadigd en versleten, waardoor het geluidsafschermend vermogen is verminderd. Bovendien voldoen deze schermen niet meer aan de huidige normen rond geluidsafscherming. Het regenwater dat op de snelweg valt, wordt afgevoerd naar een systeem van open en ingebuisde grachten. Op enkele plaatsen zijn er verbindingen tussen het afwateringssysteem van de snelweg en de gemeentelijke rioleringen en beken, waardoor een grote vermenging is van de verschillende afwateringsstelsels. De omgeving kampt geregeld met afwateringsproblemen. Op deze figuur zijn de verkeersintensiteiten in de ochtend- en avondspits weergegeven in de zone van de E40 tussen Nevelen en Aalst voor beide rijrichtingen. Twee segmenten steken er op vlak van de verkeersvolumes duidelijk bovenuit. Het segment tussen Sint-Denis-Westrem en Zwijnaarden enerzijds en tussen Merelbeke en Wetteren anderzijds. De grootste intensiteiten worden tijdens de ochtendspits vastgesteld op de rijstroken richting Oostende en tijdens de avondspits richting Brussel, dus weg van Gent. Als we naar de zone tussen Sint-Denis-Westrem en Zwijnaarden kijken, kunnen we in beide rijrichtingen grote verkeersintensiteiten vaststellen, met daarbij zeer veel verkeersuitwisselingen. De verhoudingen tussen het doorgaand verkeer enerzijds en de verkeersuitwisselingen anderzijds zijn zeer groot. Deze verhoudingen worden weergegeven op het schema, waar het doorgaand verkeer wordt aangeduid met de grijze wagens en de verkeersuitwisselingen met de oranje wagens. Door het drukke verkeer en de zeer grote vermenging van doorgaand verkeer en verkeersuitwisselingen ter hoogte van de op- en afritten, bestaat er een groot risico op ongevallen. Nu we een beter zicht hebben op de knelpunten van de bestaande toestand, willen we graag de principes van het nieuwe ontwerp toelichten. We overlopen de voorgestelde verbeteringen binnen het projectgebied, van west naar oost. We starten ter hoogte van het aansluitingscomplex Sint-Denis-Westrem.
Aan de noordzijde worden er enkele aanpassingen aan de afrit naar de Kortrijkse Steenweg en Adolf Pigou-laan voorgesteld. De uitvoerstrook, die nu erg kort is, wordt verlengd. Daarnaast wordt er een zogenaamde taper voorzien. Dit betekent dat de tweede rijstrook op de afrit ook al start vanaf het begin van de afrit, waardoor het verkeer van de E40 rechtstreeks naar deze tweede rijstrook kan afslaan en er minder vermenging is tussen het verkeer op de twee rijstroken van de afrit. Een derde aanpassing in deze zone is het voorzien van een afslagstrook voor de afrit naar de Kortrijkse Steenweg. Hierdoor wordt het verkeer richting Adolf Pigou-laan niet meer gehinderd door het afremmend verkeer met bestemming Kortrijkse Steenweg. Aan de zuidzijde, ter hoogte van de oprit naar de E40 richting Brussel, wordt een scheiding voorzien tussen het invoegende verkeer van enerzijds de Kortrijkse Steenweg en anderzijds de Adolf Pigou-laan. Het verkeer kan hierdoor telkens rechtstreeks invoegen op de E40, waardoor de onderlinge vermenging tussen beide verkeersstromen wegvalt. In de zone tussen complex Sint-Nijs-Westrem en knooppunt Zwijnaarde zal de pechstrook langs beide rijrichtingen van de E40 vervangen worden door een weefstrook. Een weefstrook wordt aangelegd tussen de op- en afrit van twee nabije complexen en biedt twee grote voordelen op vlak van verkeersveiligheid. Als eerste wordt de lengte voor in- en uitvoerbewegingen, ook wel weefbewegingen genoemd, sterk vergroot, waardoor deze weefbewegingen rustiger kunnen verlopen. Daarnaast is er geen menging meer van het verkeer dat tussen beide complexen onderling wordt uitgewisseld met het doorgaand verkeer op de E40. Het verkeer hoeft dus niet meer in te voegen op de doorgaande rijstroken van de E40 om kort daarna weer uit te voegen. In plaats daarvan kan het verkeer op de weefstrook blijven van de afrit tot aan de oprit. Dit vermindert sterk het aantal rijstrookwissels in deze zone. We willen een snelweg die ondanks deze verbeteringen zo weinig mogelijk ruimte inneemt. De bestaande breedte van de snelweg zal daarom zo goed mogelijk worden benut. Zo zal de middenberm vervangen worden door een centrale betonnen scheiding. Dit wegprofiel met centrale betonnen scheiding zie je bijvoorbeeld al op de U40 net voor het complex van Wetteren. We kiezen er ook voor om geen doorlopende pechstrook meer te voorzien langs de doorgaande rijstroken, zodat de weefstrook maximaal binnen de bestaande breedte van de snelweg kan worden aangelegd. Als alternatief op de pechstroken worden er op regelmatige afstanden pechhavens voorzien langs de weefstrook. De bestaande verharding van de snelweg, die in 2018 opnieuw werd aangelegd, zal maximaal worden behouden. De nieuwe verhardingen, ter hoogte van de middenberm, de pechhavens en ter hoogte van de aanpassingen van de op- en afritten, zullen op de bestaande asfaltverharding aansluiten. Het onderscheid tussen de bestaande, te behouden verharding en de nieuwe verharding is weergegeven in deze figuur. De te behouden verharding is aangeduid in het grijs, de nieuwe verharding in het rood. Momenteel is enkel de aantakking van de N60 op de E40 richting Brussel nog in dienst. Ook deze laatste verbinding zal worden geschrapt. Zo is er geen conflict meer van verkeer van deze oprit met verkeer van de afrit Zwijnaarde. Voor de ontsluiting van de N60 richting E40 en E17 kan gebruik gemaakt worden van de recent aangelegde verbinding tussen de N60 en de R4. Ter hoogte van het knooppunt Zwijnaarde wordt een verbetering voorzien voor de oprit naar de E40 richting Oostende. Er wordt een scheiding voorzien van het invoegende verkeer vanuit enerzijds de E17 komende van Kortrijk en anderzijds de E17 komende van Antwerpen. Het verkeer kan hierdoor telkens rechtstreeks invoegen op de E40, waardoor de menging van verkeer komende vanuit Antwerpen met verkeer komende vanuit Kortrijk wegvalt. Ter hoogte van de afrit naar de E17 worden er geen wijzigingen voorzien. De huidige twee uitvoegstroken worden gezien het vele uitvoegende verkeer behouden. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid willen we ook de leefbaarheid en leefkwaliteit in de omgeving verbeteren. Maatregelen om de geluidsoverlast van de snelweg te milderen spelen hierin een belangrijke rol. Uit de geluidsstudie die werd opgemaakt, blijkt dat er nood is aan een verbetering van de aanwezige geluidsschermen langs de E40 in het projectgebied. Ter hoogte van de woonzones dicht bij de E40 zullen er daarom nieuwe en hogere geluidsmuren worden geplaatst. Om de waterhuishouding te verbeteren, willen we zoveel mogelijk regenwater ter plaatse opvangen, bufferen en vertraagd afvoeren,
zodat rioleringen en beken niet overbelast worden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan buffergrachten of een bufferbekken. Er werd gekozen om voor het project een projectmilieueffectrapport, een zogenaamde projectmer, op te maken. Wat dit precies wil zeggen, zullen we hierna toelichten. In een milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de mogelijke milieugevolgen van het project zijn. Een projectmer wordt opgemaakt voor een vergunning wordt verleend, zodat mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu al vroeg kunnen worden ingeschat en opgevangen. De allereerste stap in het projectmer omvat de beschrijving van hoe dit onderzoek zal worden aangepakt. Deze beschrijving is verzameld in de zogenaamde aanmelding van het projectmer. Omdat we de brede bevolking zo goed mogelijk willen informeren over en betrekken bij dit project, is deze aanmelding momenteel voor het brede publiek raadpleegbaar via de website van Wegen en Verkeer. Op de projectsite kan je doorklikken naar deze scopingsnota. Via e-mail kan je opmerkingen of suggesties bij de voorgestelde aanpak van de studie van de milieueffecten aan de dienst MER bezorgen. Hoe je dit concreet kan doen, wordt op het einde van de presentatie besproken. In het milieuonderzoek zal er voor verschillende disciplines onderzocht worden welke effecten er kunnen zijn door het project. Het eerste blok toont de hoofddisciplines. Het gaat om mobiliteit, geluid en trillingen, lucht, daarbij wordt de impact op de luchtkwaliteit nagegaan, mensgezondheid, waarbij de gezondheidseffecten worden onderzocht, oppervlaktewater, biodiversiteit en de mensruimtelijke aspecten, waarbij de effecten op de ruimtelijke functies worden bekeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillen in ruimteinname. Daarnaast zijn er ook enkele nevendisciplines, bodem en grondwater, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en tenslotte ook klimaat. Voor elke discipline wordt nagegaan wat de impact van het project is. De toekomstige situatie waarbij het project is uitgevoerd, wordt daarbij vergeleken met hoe het nu is. Per discipline worden er dan maatregelen voorgesteld die de eventuele negatieve gevolgen van het project kunnen voorkomen of verminderen. Je vraagt je ongetwijfeld af welke stappen er nog genomen moeten worden vooraleer de werken van start kunnen gaan. Op dit moment bevinden we ons aan het begin van de studie. We hebben de eerste ruwe plannen op basis van onze doelstellingen en principes opgemaakt. Op basis hiervan wordt het onderzoek naar de milieueffecten opgestart. Zoals daarnet verteld, is de aanmelding van het projectmer momenteel voor het brede publiek raadpleegbaar en kan je jouw opmerkingen hierover doorgeven. Ook bij volgende stappen van het studieproces zal terug gecommuniceerd worden en zal er inspraakmogelijkheid aan het brede publiek geboden worden. De procedure van het projectmer verwachten we in het voorjaar van 2022 te kunnen afronden. Binnen het ontwerpproces is momenteel het voorontwerp in opmaak. Rekening houdend met de informatie die uit het projectmer en uit de inspraakmomenten zal volgen, zal het voorontwerp verder verfijnd worden tot een ontwerp. We verwachten hiermee na de zomer van 2022 klaar te zijn, waarna de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan worden opgemaakt en ingediend. De indiening van de omgevingsvergunning is momenteel voorzien eind 2022. In de loop van 2023 zouden de werken kunnen aanbesteed worden. Als de procedures verder vlot verlopen, zou de effectieve uitvoering dan ten vroegste kunnen starten vanaf voorjaar 2024. Wij horen graag jouw suggesties of opmerkingen over welke elementen we verder nog kunnen meenemen of onderzoeken in het kader van het milieueffectonderzoek. Reacties kan je rechtstreeks aan het team MER bezorgen per mail op het e-mailadres mer@vlaanderen.be. Vergeet hierbij zeker het dossiernummer PR3391 niet te vermelden. Reageren kan uiterlijk tot 22 augustus.